Nou, Jason, ziet er... Nou, ik ben benieuwd wat dat ook gaat zeggen, jong. Heb ik hier een jas voor Jaden? Kijk eens, is dat geen mooie jas voor Jaden? Nee. Nee. Ik zie je. Jaden heeft twee groene ogen. Nee. Hè, niet? Wat leuk. Hè, wat leuk. Ja, maar goed. Mama komt de hele tijd bij te wachten. Ja, heb je goed je best gedaan? Ja. Ik wil 100.000 miljoen abonnees. En niet zoveel, maar zoveel duimpjes omhoog. Hey lieve kijkertjes, daar zijn we weer. Met de leukste drieling van Nederland. Jalicia. Jaden. Jason. En natuurlijk met ons. Melanie. En Ruben. Een hele goede morgen allemaal. Welkom weer in een nieuwe vlog hier op Good Life. Ja. Good Life! Ja. Wat gaan we doen, schat? We gaan naar het ziekenhuis. Nee, we gaan naar het ziekenhuis. Ah, ja. Maar we gaan nou even kijken hoe het met de teentjes. We moesten toch naar het ziekenhuis, dat had ik al verteld. Maar waarschijnlijk moesten ze toch gaan verwijderd worden. Wat? Ja, vandaag gaan ze eerst kijken. En dan gaan we overleggen wat we gaan doen. Dus ik ben het heel erg benieuwd. Hè, jongen, jij ook? Ja. Dat je weer normaal kan lopen. Nou, en daar gaan we dan. Op naar de dokter. Wat ben je aan het doen, Jan? Je doet te maken. Laat maar eens zien hoe je dat kan. Nou, eigenlijk, je hebt je ding, hè? Ja. Eerst moet je even... En de prullenbak? Nee, ik kan even. Hé, hey, schat, maar ben je een beetje zenuwachtig voor de dokter of valt het wel een beetje mee? Ja, je hoort dit te doen, hè? Ja? Maar je hoort dit te doen en een meneertje aan doen, hè? En dan hoor je dat de hele tijd te doen. Mm-hmm. Wordt hij daardoor duizelig of zo? Nee, dat moet je doen. Oké. Okay. En mijn schat, ben je een beetje zenuwachtig? Vroeg mama net al. Valt het mee? Een beetje zenuwachtig. Beetje, maar vandaag gaat hij alleen maar kijken. Hè? En dan gaan we overleggen wat we daarmee gaan doen. Met een beetje geluk zegt hij, maar ik vind dat er goed uitzien. Maar dat weet je natuurlijk niet. Ja, dat wel. Ja. Of ze gaan het aanstippen met een wattenstaafje, zo weet je wel. Wat is dat? Ja, dan doen ze gewoon met een wattenstaafje. Als je normaal in de oren doet, dan doen ze wat spul op. Dan kunnen ze het daar misschien ook mee doen. Dus heel even afwachten. Gaan we weer verder spelen, hè? Ja. Vertel maar aan de dokter wat er gebeurd is. Nou, weet je, ik ging achter een driewieler. Een jongen ging te fietsen. Ik ging achter een driewieler staan. Eigenlijk als ik er alleen mocht staan, ik ging daar zitten op als het niet mocht op de driewieler. Mm-hmm. Toen ging deze omlaag doen en dan ging deze alles strijkelen en mijn arm en mijn vrouw was omhoog aan het steken. Aha. Nou, Jason, ziet er... Nou, ik ben benieuwd wat dat ook te gaan zeggen, jong. Ja, ik ook. Nou, Jason, dat was schokkend, hè? Ja. Wat gaan we doen nu bij jou? Opereren. Ja, wat gaan we opereren? Mijn ding. Ja, wat gaan we doen? Eraf snijden. Heel goed. We gaan de taaienagel, gaan we eraf snijden. Ja. Je gaat het mooi maken weer en je verder. Omdat jouw teennagel dus gebroken is, daaronder zit nog een ander stukje teennagel. Die groeit in jouw teen. Dus die moet weg. Ze kunnen een zalfje gaan smeren, maar daar gaat die teennagel niet van weg. Dus we gaan nu jouw teennagel eraf snijden. En nu, over een paar dagen moeten we nog een afspraak maken. En dan snijden we één kant van de teennagel snijden we af. Ja. Die halen we eraf, dan maken we ook dichter, groeit ook geen teennagel meer terug. Dus je krijgt nooit meer je oude teennagel terug. Dus jouw teennagel rechts zal altijd anders zijn dan je teennagel links. Oh. Mama ook. Mama heeft ook allebei de teennagels gehad. Oh. Ja? Oh. Dit gaan we doen onder narcose of wil jij kijken? Wil jij kijken hoe ze dat doen? Narcose. Want we kunnen een prikje geven. Dan geef je een prikje hier in de been. Prik. Dan voel je je hele been niet meer. En dan kunnen ze gewoon met een mes kunnen ze je teennagel wegsnijden. Maar dan kun je kijken. Nee, wil je echt niet kijken? Zijn prikjes die krijgt hij niet in het been, maar die krijgt hij in de teen. Ja.
Wil je ook niet? Nee, ja. Oké, dan gaan we afspreken dat jij helemaal gaat slapen zoals toen gedaan hebben met de buisjes. Ja, dat zorgt dat je helemaal weg bent, in slaap, en dan krijg je helemaal niks mee. Dan ben je gewoon aan het slapen, voel je niks, en als je wakker wordt is het klaar. Maar moet mama dan bij je blijven tot je slaapt? Doe maar. Ja, zullen we dat dan doen? Dan gaan we nu een afspraak maken daarvoor. Dus je weet zeker dat je niet wil kijken? Nee, maar kijken is wel. Het is wel, een kijken is wel sneller. Als je gaat kijken, dan zijn we dezelfde dag nog thuis. Als je wil slapen, dan moeten we daar misschien nog iets langer bij, ja, een dagopname. Maar dan moet je wel, ja, onder narcose, dat is ook niet altijd heel goed. Wat wil je? Onder narcose. Echt onder narcose? Ja, ja. Dan anders gaat het pijn en dan doe ik het de hele tijd een week en dan duurt het langer. En als ik in slaap ben, voel ik helemaal niks en dan blijf ik gewoon liggen op het licht. Oké, Diel, hebben we dat afgesproken? Dan ga jij slapen, dan gaan we nu een afspraak maken daarvoor, ja? We zijn weer thuis. Wat ga je me pakken, schat? Een mandarijntje. Lekker, ja. Hè? Mm-hmm. Heb je een beetje trek? Ja. En wat vond je ervan? In het ziekenhuis. Leuk. Ja, vond je die plaatjes wat die mevrouw allemaal liet zien ook? Ja. Bij de pedagogische werkster. Voorbereiden voor de operatie. Ja, daar hebben we niet kunnen filmen. Moest Jason allemaal plaatjes bekijken. Wat voor plaatjes waren dat dan? Jongetje die in het ziekenhuis wacht en die kapje geeft. Ja. En die in slaap valt. En wie ging met het jongetje mee? Zijn moeder. Ja. En ik mocht kiezen wie met me mocht slapen. Wie met je mee gaat en wie gaat met je mee, schat? Lijkt me haar mama. Mama, schat. Ik mag ook nog een knuffel meenemen. Knuffel, ondergoed, pyjama. Ja, klopt. Nou, gaan we gewoon lekkertjes verder eten, hè? Ja. Goed, schat? Spat het wel, hè? Daarom. En in de tussentijd ga ik zo even koken. Ik heb vandaag lekker spruitjes, aardappelen, worteltjes. Een gordel bleutje, want dat vinden de kinderen lekker, hè? Dus ja, dat maken we dan. Het eten is ook klaar, bijna klaar. Het staat lekker te koken. Kinderen moeten dadelijk gaan zwemmen. En daar is Jerry, onze trouwe fan. Hey. Je kent hem al. Was in de buurt, toevallig. Toevallig, ja. Yes. De hele dag wezen lopen in zit uit, tot ik ineens de kinderen... Nee, ik denk, hey. Ik zou het wel zoeken, maar hij heeft het gevonden. Hij heeft het gevonden, ja. En je kent hem natuurlijk wel van ons orgelliedje, hè? Dat heeft hij speciaal voor ons laten maken. Ja, zijn we heel veel gereden, hè? Ja. En dan komt u ons hier een keertje opzoeken. Dat is wel leuk. En ik ga verder met koken. En daar zijn we dan weer. Jelisha en Jaden die zijn uit school. Ze hebben al gegeten. Jaden, kom maar een klein beetje hier. En Jelisha ook een beetje. Beetje schuiven. Ja. Juist. Maar mama heeft kleren gekocht. Willen jullie ze zien? Ja. Ik geloof niet dat jullie ze willen zien. Ja. Nou, om te starten heb ik hier een jas voor Jaden. Wow. Kijk eens, is dat geen mooie jas voor Jaden? Nee! Is die van jou? Hoezo is die van jou? Omdat die is groen. Is die dan van jou? Nou, vooruit dan. Kijk, die is van Jaden. Een hele mooie jas. Wat is het? Jason. Blauwe. Die is van mij. Nee! Hij was niet. Is die van jou? Voor een kusje is die van jou. Voor een kusje is die van Jason. Vinden jullie ook niet? Ja, wel een kusje. Ja, nou. Past. Alsjeblieft, past die staat. Kijken. Wow. Ga maar weer allemaal zitten. Mijn pas ook past. Dan ga ik beginnen. Zitten. Mijn past. Jelisha. Jelisha zegt waarom, ze heeft nog niks gezien. Laat ze maar even op de grond de jas gaat. Een mooi shirtje met een vlinder erop. Wat is vlinder? Is zo'n wat is vlinder, schat? Die moeten we ook testen. Zo, hè? Ja. Een vlinder. Vlinder in gebarentaal, hè? Die testen. En Jelisha is het puzzelmeisje, hè? Ja, maar moeten we die testen. Wij kan het veranderen.
Ja? En ik kan gewoon horen. Ik kan vast. Kun je de mond laten zien? Hé, hey, heb je de verdwijntikkers en kijk, mama is weg. Ja. Sim, lukt het? Nee. Dan moet je op de buik doen. Helpen? Nou. Nee, ik wil het laten zien in de kijkertjes. Oh, nou, laat dat maar zien in de kijkertjes. Een mooie vlinder. Kijk eens. En heeft mama dit versje bijgekocht? Want zondag hebben we een fotoshoot. Kijk eens hier. Wat zit er hier nou op? Hartje. Een hartje? Nou, alsjeblieft. Oh, dan kan je wat Jason, dan komt hij bij jou. Ga zitten, schat. Kijk eens hier. En Jaden. Deze is van Jason. In blauw vestje. Heb je je pijn gedaan met het oog of zo? Nee, ik wil en dit andere kinderen tussen pop. Kijk eens. Jaden. En deze die is voor jou. Kijk eens. Je zou dat. Ja, tuurlijk. Wat denk jij dan? Hier. Alsjeblieft. Daar zit dit truitje bij. Dat is die grote. Die is van Jason. Wow. Dat is een jongen. En deze is dan voor Jaden. Die is van mij. Je hebt dan het truitje gehad, jonge dame. Kijk eens. En dan heb ik voor Julisha een nieuwe meidenbroek. Zo, mijn broek. En deze broek is ook van Julisha. En deze broek is van Jason. En een broek voor Jaden. En dan heeft mama nog sokjes. Sokjes voor Julisha. Sokjes voor Jaden. Zometeen kunnen jullie nog even wat doen. Nee, voor mij! Oh, ik heb hier klei, leg me neer. Kijk, ik heb hier klei. Mogen jullie zo meteen nog even aan de tafel mee doen? Oh, ik wil klei. Ik heb nog een zak. We zijn nog niet klaar. Wat denk je? Hé, hey, jouw mama heeft nog wat. Julisha, kom eens hier. Mama, deze vulkant eruit halen. Ah, hij zit nog een beetje hier vast. Je moet een beetje losmaken. Kijk. Zo! Mama, die kan je ook gebruiken. Die kan je ook gebruiken. Zo. Met de challenge. Wat is dit? Een mes. Ja, maar waarom? Mama, dat is van Casmee. Dat is sneeuw. Oké, en dan heb ik voor... Even gaan zoeken voor Jason. Nee, die? Van mij. Nee, die is voor Jason. Die bij jou komt aan. En die? Nou, dus ik ga die aan deze. En jij hebt die? Die? En die? Die. Ja. Jee. En dan heb mama nog, want jij hebt je kleertjes al gehad verder. Mama, deze. Even mama het vest, een groen vest. Ga eens even weg, schat. Jason. Jaden, kijk eens. En een groen vest voor Jaden. En dan nog twee. Wat dat? Gave truc. Wat staat hier voor nummer op? 9 en 5. Nee. Ja, klopt. Wat is dat dan? 19. 95. Kijk eens. En nog twee nieuwe broeken. Ook nog eens erbij van jullie met groen. Nou, vinden jullie leuk wat jullie gekregen hebben van mama? Ja! Ja, Julisha. Ik heb nog wat voor jou. Kijk. Nou, dit is een tuniekje. En kijk eens. Een roze vestje voor Julisha. Doe maar eens aan. Ja, dankjewel voor een roze vestje. Kijk hier. Kijk eens. Dat is Jaden het spookje en die gaat jullie pakken. Hier zijn ze. Stop het. En dan zijn we weer. Hey, gaan we even kijken wat het is? Ja. Dat is vol, want ik heb dat gekregen in de winkel. Voor alle kindjes eentje. Zullen we dat eens gaan doen? Ja. Aan de tafel zetten. Kleed jullie uit weer. Jaden en Jason. Jij bent er al klaar voor. Nou. Roze voor Julisha. Groen. Groen voor Jaden. En geel voor. Ik heb hem nog gevangen, hè? Hé. Hey. Laat maar eens zien, jongens, wat dat is dan. Ik kan het doen. Oh, hier. Ja, probeer maar.
Lieve schat, kijk aan de zijkant. Kijk, hier. Kom hier. Kijk. Hier dat knipje. Ja. Trek je hem maar los. Kom hier. Ja? Ik heb hem ook al los. Laat maar eens zien. Heel even, want we moeten zo meteen naar de zwemles, hè? Ja, lekker dan niet. En weet je wat volgende week is? Volgende week is kijkles. En dan gaan we jullie weer meenemen naar het zwembad. Lekker dan. Ja, de kijkers gaan meenemen naar het zwembad. Oh, lekker dan. Ga ik mee. Jij mag volgende week een weekje zwemmen. Tot de operatie, want hij woont er bijna dicht. Tot je geopereerd wordt en dan namelijk dan mag je niet meer zwemmen. Zal ik je helpen, schat? Ja, ik weet hoe het gaat. Kijk hoe het kleine dorpen. Je moet toch maar pizza doen. Wat heb je van pizza gemaakt? Een smiley pizza of zo? Nee, dat is salami. Dan moet er alleen maar nog salami. Wat is dat? Is dat salami? Oké. Okay. Ik maak de allermooiste pizza van de wereld. Maak jij de allermooiste pizza van de wereld? Laat op, hè. Kijkertjes. Jeroen heeft twee groene ogen. Hè? Niet? Kijk. Weet je wat je nou bent? Een klein duiveltje. Nee. En wat je nog bent is... Even kijken of ik het voor elkaar krijg. Wat ben je van mama, Chat? Geliefd. Ja, geliefd. Wat is dit dan? Een hart. Een hart. Dan maak je een... Pizza maken. Oké, okay, dan maak ik je nou pizza. Zet nou eens een rondje, hè? Een rondje erop. Nee, rustig. Heel rustig, je hebt niet zo'n grote handjes hier. Mijn eigen pizzeria. Wauw, laat maar eens kijken. Ik moest er slaan. Zitten jullie allemaal? Ja. Heb je de riem om, Jalisha? Nee? Ik doe even gauw aan. Ja? Nou, op naar de zwemles. En daar gaan ze weer. Wat ben ik toch blij als we strak van het zwemmen af zijn. Nou jongens. Want dat is me toch een gehannes hoor. Vooral nu dat drie keer per week. Dat is best wel pittig voor de kindertjes. Want ja, vrijdag heeft Jalisha en Jaden natuurlijk ook zwemles op school. Dus, en dan nog eens de vrijdagavond op de zwemles. Dus die zijn dadelijk kapot. Dat was wel mooi. He, was het leuk? Ja, maar goed. Mama komt de hele tijd bij te wachten. Ja, heb je goed je best gedaan? Ja. Goed zo. En jij, Jaden, heb je goed je best gedaan? Ja. Ja, schat? Er is de tijd voor komen, er is de tijd voor gaan. Kinderen zijn aan de boven, dus ik ga ze zo even toestoppen. En papa, die is het eten. Hij, bij de half acht is hij pas het eten. Maar, wat schat? Ik moest voor jullie nog een video in elkaar zetten. Ja. Ik zo graag af hebben, ben ik daarna maar gaan eten. Zoveel hou ik voor jullie. Nou, en ik ga deze vlog zo meteen aan elkaar editen, maar we gaan eerst even de kinderen instoppen. Welterusten, lieve Jalisha. Slaap lekker. Dikke kus. Hè? Het is goed afgelopen vandaag, schat. Nog even wordt je teentje geholpen, kan die ook gaan genezen, hè? Ja. Wat spannend, hè? Of niet? Vind je niet een beetje raar? Ja. Ja, een klein beetje wel, hè? Ja. Mama gaat toch met je mee, schat. Wil je nog wat zeggen? Ja. Wat dan? Ik wil 100.000 miljoen abonnees. En niet zoveel, huh? Maar zoveel duimpjes omhoog. Laat het alsjeblieft doen. Dan ga ik een echte computer verdienen. Een echte. En dan kan ik een vlog maken die daar aan vierkant je mij kan zien met alleen maar mijn kop aan en verder je mij het hele scherm doet wat ik doe. Oké. Okay. Ja, dus ik wil 20.000 miljoen, hè? Ja. Allemaal het duimpje omhoog voor Jason, dus hè? 20.000 miljoen, ja. Oh god. Miljoen. Ja, met 10 miljoen, hè? Ja. Is goed gaan. Welterusten. Welterusten. Dikke kus van jou. Wat was een lekker ding. Vind je dit een leuke video? Deel leuk. Geet je op een pijltje. Krijg je allemaal dag. Tot ziens. Doei. Tot morgen. Tot morgen.
Abonneer je op Good Life en vergeet niet op de bel naast de abonneeknop te drukken. Dan mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel.